A'udhu billahi minash shaitaanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-kareem. In de tussentijd zullen er wel mensen binnenkomen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bijzondere avond, een gezegende avond. Een avond waarop ik eigenlijk veel dua heb gedaan naar Allah azza wa jalla, dat hij ons ook zegent tijdens deze beproeving of tijdens deze moeilijke fase. Dat er ook goed nieuws blijft komen, alhamdulillah. En een van de mooie zaken of goede nieuws wat ik met jullie graag wil delen, en een van de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam en van de islam, is dat je goed nieuws moet delen, goed nieuws moet verspreiden. Zeker iets wat anderen kan inspireren, zeker iets wat anderen kan bijdragen of een zetje kan geven in de juiste richting. Ik weet uit ervaring dat er vaak mensen zijn, alhamdulillah, die nog een laatste zetje hebben of in deze tijden van beproeving misschien zelfs goed hebben nagedacht en hebben op zoek zijn naar keuzes in hun leven en nu misschien zelfs op het punt staan om een verandering of een nieuwe stap te maken. En zo werd ik gisteren aangenaam verrast, alhamdulillah, door mijn broeder Isa naast mij. Misschien heel kort iets over jezelf. Hoe oud ben je? Ik ben 23 jaar oud. 23 jaar. Ik woon in Roermond. Roermond. Ik ben van Antilliaanse afkomst. Antilliaanse afkomst, inshallah. Ja, en ik heb namelijk het besluit genomen om mij te gaan bekeren. Alhamdulillah. Ik kreeg een telefoontje en een appje van, kun je me daarin begeleiden? Ik ben heel erg vereerd om dat te kunnen doen. Isa gaf ook al aan van, nou, normaal gaat dat in de moskee en dan zijn er dus mensen bij je enzovoort. Nou, dat is helaas in deze periode niet mogelijk. Vandaar dat we dus ook naar een alternatief hebben gezocht en gekeken. En ik heb me ook gevraagd van, nou, sta je erachter, vind je het oké als er meer mensen betrokken worden in jouw shahada en veel de dua kunnen doen en veel smeekbeden voor je doen en misschien zelfs geïnspireerd raken daardoor. En daar stemde hij mee in, toch? Ja. Alhamdulillah. Het doet mij ook enorm, enorm trots en het verblijft mij dat ik zie ook in zijn verhaal hoe hij, en dat gaan we zo wel eventjes kort samenvatten, hoe hij tot dit besluit is gekomen. En dan zie je ook weer de rol, alhamdulillah. Ik was blij toen mijn broertje mij het nieuws gaf dat een van zijn vrienden dus moslim wilde worden. En subhanallah, toen ik net ook bij Isa dan ook vroeg. Dus dat verblijft mij altijd, dat je ziet dat toch je broertje op een of andere manier, misschien verschillen we van elkaar of kennen jullie hem niet of wat, maar hij is wel iemand die dat met zijn gedrag, met zijn inspiratie, alhamdulillah, een van zijn vrienden dan toch een trigger wist te geven. En dat doet mij goed om dat zo te horen. Mogen Allah hem belonen en mogen Allah ook hem al het goede geven in het dunya en lager. En als ik dan eens heb vraag van oké, maar dit is wel een belangrijk moment. Misschien goed dat je er mensen wel bij je hebt die daar ook een bijdrage aan hebben geleverd heeft, die gelijk kwam in zijn hoofd. Luister, ik wil Abdel Ilah erbij hebben, een van de jongeren, een van mijn vrienden die mij vanaf dag 1 eigenlijk daarin steunde, daarin uitnodigde. Misschien eenzelfde soort leven in die zin van beproeving en moeilijke fase, maar elke keer overwonnen met vertrouwen op Allah en Allah hun beide veel teruggaf, waar ze dus alhamdulillah de weg van Allah en de salat en hij hem daar ondersteunt en Isa zelfs al jaren De Ramadan, het meevast, mashallah, ook geïnspireerd. Dus ook voor Abdel Ilah, mogen Allah azzawajal al zijn wensen vervullen. Mogen Allah hem rijkelijk belonen, samen met zijn ouders de hoogste rangen van het paradijs geven. En hem al het goede geven van het dunya en het akhira. Dat is dus mooi om te zien, dat alhamdulillah, dat is ook wat we net, subhanallah, tijdens toen we nog niet live waren bespreken. Het belang en de waarde eigenlijk van goed gezelschap, van mensen om je heen creëren die je meehelpen naar het goede. We zijn niet perfect, we hebben allemaal zondes en tekortkomingen enzo, maar als je mensen om je heen hebt die in ieder geval je wakker schudden, af en toe over serieuze zaken praten, elkaar helpen om naar de weg van Allah, om je leven op te pakken, om naar het positieve. Dit soort mensen zijn zeldzaam. En als je die hebt, wees daar echt zo zuinig op. Dank Allah daarvoor. Doe dua voor ze. Help ze en houd ze. Met andere woorden, bewijzen van, leg ze aan de ketting en geef ze nooit meer weg. Want laten we eerlijk wezen, de andere soort die jou juist zo vaak afhoudt en zo vaak misschien de rotzooi intrekt en zo vaak inspireert naar het foute levensstijl en noem maar op, die zijn er zat. Die zijn er te veel. Eigenlijk kun je die niet eens van je afhouden. Dus wees daarom heel erg
heel erg zorgvuldig en heel erg waakzaam over als jij gezegend bent, misschien met één persoon, één broeder of zuster, één in jouw netwerk, die jou toch, alhamdulillah, naar het positieve, dat is het mooiste, een van de mooiste geschenken die je van Allah kan krijgen, is een goede vriend of een goede vriendin, een goede kennis of iemand in jouw netwerk die jou daarin begeleidt. Isa, hoe heel kort samengevat eigenlijk jouw verhaal met de islam, of waardoor dat getriggerd werd? Ja, het werd vooral getriggerd, ja, eigenlijk vanaf kleins af aan kreeg ik al te maken met de islam. Door de vrienden om mij heen, de mensen die ik leerde kennen om mij heen, die waren al moslim. En ik kwam altijd bij hun thuis en ik vond het altijd al gelijk een fijne familiegevoel. Hoe iedereen toch betrokken werd, hoe iedereen toch, zodra je binnenkomt, is het toch, kom eten, kom drinken. Het is altijd een warme welkom. Dus je kan de slechtste dag hebben gehad en dan kom je bijvoorbeeld bij Abdel binnen. En dan zegt zijn moeder tegen mij, hier, kom eten, hier een theetje. En dan ben je een soort van je problemen toch gelijk vergeten. En die warme welkom was al voor mij zoiets van, hey, weet je wel, hier hou ik wel van. Dit wil ik wel vaker meemaken. Dus zeg maar, kijk, tuurlijk kreeg ik thuis ook alle liefde en warme welkom. Dat, daar niet van, maar het was toch anders. En hoe ouder ik werd, raakte ik toch meer betrokken. En mijn vrienden gingen mij meer vertellen. Gingen me allemaal dingen uitleggen over het geloof. En zo ging ik zelf ook meer verdiepen, dingen zoeken, dingen bekijken. Soms stukjes lezen in de Koran. En uiteindelijk had ik de lef om met de Ramadan mee te doen. Dus wanneer was dat? Hoe lang geleden? Ongeveer, denk ik, 5 jaar geleden zo, denk ik zeker. 5 jaar geleden zo. En begon je met dagen of halve dagen? Wij gingen voluit. We waren elke dag samen. We gingen voluit. En hij deed dan altijd bidden. En dan probeerde ik dan mee te kijken. En hij gaf mij meer advies. Ik had op het begin had ik niet echt lef om nog te bidden. Om zo, weet je wel. Ja. Ik was nog aan het twijfelen en aan het kijken. En zo met de jaren. Wat voelde je en ervaarde je dan uit het vasten, het meedoen met het vasten dan? Vooral hoe iedereen bij elkaar kwam. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Omdat de wereld ging door. Maar toch waren mensen dan samen. En die gingen dan bidden. En dan kwam iedereen toch samen om in de avond te bidden. En iedereen ging 5 keer per dag bidden. En iedereen was. Niemand was bezig met de wereld. Iedereen is dan bezig met Allah, met het geloof. Iedereen is bezig met het bidden. En om goed te zijn voor de mensen om hen heen en de mensen thuis. En het is dan toch mooi om te zien in die maand hoe mensen toch bij elkaar komen. En ik vind het toch heel mooi om te zien hoe iedereen dan echt vergeet. Want de wereld draait om geld en zus en uitgaan en dit en dat. En De wereld draait door. En toch in die maand zie je hoe niemand bezig is met de wereld, maar iedereen toch bezig is met het geloof. Het spirituele. Ja, het spirituele. En dat vond ik toch echt het mooiste ook van de maand. Ja. Maar voelde je ook van binnen had je een bepaald gevoel van binnen vergeleken met de dagen dat je niet in het vasten was, bijvoorbeeld buiten de Ramadan? Ja. Ja? Ja, want met de Ramadan voelde ik me heel sterk. Heel spiritueel. Ook heel sterk in mijn geloof. Deed je speciale smeekbeden bijvoorbeeld in zo'n maand? Ik deed duas altijd. Want ik heb wel van mijn vrienden geleerd hoe ik duas moest doen. En dan zeiden ze altijd van, het maakt eigenlijk. Ik dacht altijd, je moet Arabisch kunnen, je moet dit kunnen om jouw duwa te doen. En toen zeiden ze tegen mij, nee, het gaat niet om. Het gaat om dat je puur zijn. Het moet gewoon puur zijn. Richt je tot Allah. En zo deed ik altijd mijn duas. En dan af en toe probeerde ik toch gebed mee te doen en dan soms ook naar moskee te gaan. Of soms thuis. En dan als de jongens gaan bidden, dan toch. Zo dat ik je onderbreek. Ja. Wat is bijvoorbeeld een dua die jij in die maand bijvoorbeeld, of in die maanden heel vaak hebt gedaan, waar je heel vaak. Ik deed vooral heel veel dua voor mijn familie en mijn vrienden. En ja, de meeste dua deed ik altijd voor mijn moeder. Omdat zij toch heel veel dingen heeft meegemaakt en altijd iedereen boven het iedereen hoog houdt, iedereen draagt als iemand een probleem heeft. En ik weet dat zij een vrouw is met heel veel zorgen en ze draagt heel veel lasten van iedereen. En ik deed dan mijn doel zodat haar lasten minder werden en als zij dan zou slapen, dat ze wel met een gerust hart kan slapen. Dus dat was voor mij het belangrijkste. En dat doe ik nu nog steeds elke dag. Bijzonder. Als je dan vraagt naar een dua, dat iemand vooral aan anderen denkt. Je familie, naasten en vooral het allerbelangrijkste boven alles en iedereen. Inderdaad, de moeder. Dus
Ik wil ook van mijn kijkers, van mijn volgers, ik vraag jullie speciale dua voor zijn familie en in het bijzonder voor zijn moeder. Mogen Allah al haar zorgen doen omslaan in geluk en haar de hoogste rang van het paradijs schenken. Vergeet haar niet in jullie dua, ik kijk het terug. En doe alsjeblieft ook in jullie gebeden, namelijk de dua, speciaal voor iemand als hij dan met zoveel passie, al die jaren, vooral eigenlijk de dua doet voor zijn familie en moeder, dan weten jullie dat dat misschien wel een van de mooiste cadeaus is die je hem kan geven. Is zowel voor hem, maar zeker ook zijn moeder daar niet in te vergeten. En al onze moeders, mogen Allah al jullie moeders en vaders de hoogste van het paradijs schenken. Bijzonder, dus dat je dat eigenlijk vooral in je Ramadan dan... En wat ik ook dan leerde ook in Ramadan, kijk, ik was wel een beetje iemand, ik had wel een beetje haatgevoelens. Ja, dus richting? Gewoon mensen die mij wat hebben aangedaan of mensen die over mij deden praten of ja. Zo, weet je wel. Ja. Had ik, zeg maar, toch wel heel veel haatgevoelens. Maar toch in de Ramadan deed ik ook dua voor hen. Zo, mashallah. Dus toch om hun te vergeven, dus hetgene wat mij misschien, wat van mij Allah hun Allah kwaad maakt, om dat toch, Allah. Om mij dat toch te kunnen vergeven of om toch hun te vergeven omdat ze juist zo over mij denken of praten. Allah. Dus daarvoor doe ik ook nog steeds heel veel dua. Dus voorstel ik niet de broeder en zussen, mocht je het geluid misschien te zacht zijn, daarom herhaal ik het en ook wat harder. Het bijzondere aan Isa is dat hij zelfs in de Ramadan, hij zegt ik zat altijd vol met haatgevoel. En ik deed de dua. En hier komt het verschil. Dit maakt het verschil. Subhanallah. En maakt jou een bijzondere persoon. Ben jij dan een persoon die die haat juist gebruikt. En zegt ja Allah maak hem vernietigen. En ja Allah doe ze wat aan. Ja. Of ben jij van een hoger niveau. En zegt ja Allah leid hen. Ja Allah geef hun de wijsheid. Ja Allah help hun of haal hun haat weg. Of wat dan ook. Hij was een persoonlijkheid die de subhanallah. Echt bijzonder dat je zelfs de dua doet voor je vijand. En dat leren we van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Toen hij namelijk in Taif kwam en Taif daar wilde uitnodigen naar de islam. Uit Mekka en hij komt daaraan en dacht daar begin ik een nieuwe fase. Hebben ze hem verwelkomd niet met bloemen en een rode loper, maar met stenen en dingen. En in elkaar geslagen tot aan bloedens toe en hij rent daar, hij komt daar niet eens binnen. En door kleine kinderen en vrouwen en een beetje denigrerend en uitgescholden en belachelijk gemaakt. En zelfs tot bloedens toe en gewond op de grond terecht kwam. En toen Allah azawajal hem dan ook de engel Gabriel stuurde. En dit keer kwam Jibril met een andere bijzondere engel, met Melek al-Jibal. Van luister ja Mohammed, we hebben het gezien wat ze je hebben aangedaan. En je bent ons dierbaar, je bent een bijzondere persoon. Dus geef maar nu een ja, druk maar op de knop. En deze Melek van Jibal, deze engel van deze bergen, zal namelijk het Taif, twee bergen helemaal wegvegen. En allemaal, iedereen die jou heeft uitgescholden, iedereen die jou in elkaar heeft geslagen, iedereen die jou heeft een steen naar jou toe heeft gegooid, of op zijn minst alleen maar uitgelachen. Iedereen, dat hele Taif, die hele stad veeg ik voor jou weg. En daar zie je datgene, subhanallah, terug waarom hij namelijk benoemd wordt als, door Allah namelijk genoemd wordt als, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We hebben je enkel en alleen gestuurd als rahma. Want hij, in plaats van op de rode knop te drukken, vernietig ze, maak ze maar allemaal af, ja Allah, drukt hij juist op de knop van de rahma. Ja Allah, vergeef ze. Ze weten niet, ze zijn onwetend. En inshallah, ik hoop namelijk, dat is het dua, ik hoop namelijk dat er uit hun midden volgende generaties of kinderen voortkomen die wel geloven in la ilaha illallah. Hij had hoop en wilde hoop houden in mensen en niet mensen opgeven en een kruis er doorheen omdat ze fouten hebben gemaakt of zoiets. Dit is wat we moeten leren en in praktijk moeten brengen. Dat is subhanallah inspirerend om te zien dat Isa dat eigenlijk al in praktijk bracht, nog voordat hij moslim werd, even voor de duidelijkheid. Nog voordat hij zijn, nou ik kan beter zeggen, nog voordat hij zijn shahada deed. Ja, en dit is dus een belangrijke les voor jou en mij als moslim en als moslimen. Om dit soort zaken vaker te praktiseren en ons best te doen. Om de eigenschappen en karakter van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Daarom in de Ramadan, de lessenreeks Nabi Rahma. Maak je kennis met deze karaktereigenschappen en voorbeelden en verhalen. Absoluut volgen. Dan zie je namelijk dat hij dit soort dingen in fases van zijn leven, in plaats van mensen de dua tegen ze doet, juist voor. Dus enorm inspirerend en bijzonder. Dankjewel man. Echt mashallah. En je deed dus mee met de Ramadan. Je deed dua zelfs voor je vijanden. Laat staan voor je vrienden en je familie enzovoort. Is er een speciale dua die je voor jezelf deed? Wat wilde jij op dat moment eigenlijk?
Zat jij ergens mee in struggle of wat dan ook? Ja, ik hoopte gewoon dat ik rust kon krijgen. Dus je deed veel de dwa om rust te krijgen. Ja, want ik wist gewoon dat ik nergens anders rust in zou vinden. Dus ik deed vooral dwa om dan rust te krijgen in mijn hart, zodat je toch positief door het leven kan gaan. Ongeacht wat er gebeurt. Ik heb zeg maar heel vaak dingen gelezen over mensen die dan zeg maar een soort van een hart van steen krijgen. Ja. En dat ze dan dingen anders gaan zien of niks meer gaan begrijpen of dit kan niet, dit klopt niet, dit is niet waar. Of heel negatief ga je dan in het leven staan. En ik ging een beetje richting die kant. En ik merkte dat ook gewoon om mij heen was ik heel negatief. Ik ben iemand die veel mensen draagt, maar toch had ik een negatieve vibe zeg maar. Mm. En ik was daar zeg maar klaar mee. Ik wou echt rust hebben. Ik wou, waar ik voor sta, wil ik ook uitstralen zeg maar. Dus ik wil niet mensen helpen en dan thuiskomen negatief zijn. Ik wil mensen helpen en thuiskomen positief zijn. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk zo. Bizon, echt, je blijft mij elke keer maar verbazen, mashallah. Maar ik zeg daarom, echt, Allah azzawajal houdt van jou, Isa. En Allah zag die struggle, Allah zag die goedheid en die geir in jouw hart, jaren geleden. En hij zag en begeleidde jou stap voor stap richting. Hij bracht jouw mensen in jouw netwerk, in jouw leven. Hij bracht je de beproevingen waardoor, zoals ik net al zei, doorgeselecteerd werd en sommigen misschien uit jouw leven zijn getrapt. En hij bracht jou aanbiddingsvormen waar die je voelde en proefde. Hij bracht jou allerlei dingen om die smeekbeden van jou voor de rust die jij graag zou willen en het positieve inderdaad wat je zou willen, om die toch uiteindelijk jou te schenken. En beetje bij beetje is daar de dag voor gekomen dat je nu zegt, luister, ja klaar. Hij heeft me constant nu naar zich toegetrokken en signalen gegeven, maar misschien is het nu de hoogste tijd om daarvoor gewoon in te stappen. En zei me net ook thuis iets nog bijzonders, want ik heb vaker mensen die misschien al zover zijn en alhamdulillah geïnteresseerd zijn, en misschien verlezen, misschien dingen ervaren. Maar die blijven dan net steken eigenlijk op het punt van, ja maar wacht even, maar mijn vader of mijn moeder of mijn familie of mijn omgeving, hoe gaan die daarop reageren? En ik vroeg jou net ook al van, heb je daar misschien moeilijkheden mee? Want dat is heel begrijpelijk vandaag de dag, door de media, door de verkeerde vooroordelen die er bestaan eigenlijk over moslims en islam enzovoort. Dat sommige ouders misschien een beetje angstig daarop reageren. Heb jij daar ook op dit moment problemen mee? Of is het aan jou anders? Mijn moeder staat 100% achter mij. En die heeft ook altijd, en die heeft ook tegen mij gezegd, als dat hetgeen is waar je rust bij krijgt, of dat hetgene voor jou is, dan heb ik daar vrede mee. En dan ben ik zelf heel gelukkig als dat hetgeen is wat jou een positief pas houdt. Dat heeft ze al vanaf dag 1 eigenlijk gezegd. Ja. Van als jij er je rust in vindt en je gelukkig mee bent, dan heb je mijn zegen. Want ik ben zeg maar iemand, ik praat best veel. Thuis, ik zeg alles wat ik denk. Dus ik kan niet hiermee bezig zijn en dan niet zeggen van, hé mama, ja. Weet je wel, ik heb het al heel vaak gezegd van, ik ga dit doen. Je hebt je hart op de top. Ja, ik heb altijd uitgelegd wat ik wil doen en hoe ik in het leven sta. En altijd heeft ze tegen mij gezegd, als dat hetgeen is wat jou gelukkig maakt en jou helpt om positief te blijven in het leven, dan heb ik daar heel erg vrede mee. Dan ben ik daar gelukkig in. Om te zien dat mijn zoon dan gelukkig is. Nou, ja. Dus dat is nog een mooie bevestiging. Ja. Dat is voor mij eigenlijk de ultieme bevestiging. En ze maakte nog een opmerking, zei je, dat was namelijk de laatste opmerking, dat ze dan op een gegeven moment zei van, je moet het gewoon doen. Ja, je moet het gewoon doen. Ja. Hoe kwam ze dat? Hoe kwam dat ineens? Ja, ze zag het echt. Ik was er zoveel mee bezig. Ik loop dan in het huis en als ik denk, kan je zien dat ik denk. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, ik kan wel doen alsof er niks dan is, maar je kan het gewoon ruiken zodra ik binnenkom. Weet je, oké, er is iets aan de hand. Ja, ja. En zo, weet je wel, en dan stel ik haar vragen van, ja, ik heb dit niet gedaan, of ik heb dit gelezen, of ik ben heel aan het verdiepen in dit, of ik ben aan het leren bidden. En toen zei ze tegen mij, weet je wat, gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je moet het echt doen. En, want ik twijfelde nog. Omdat je reacties kreeg van anderen de ene gaat zeggen van nee, dit is niks. De andere gaat zeggen van ja, misschien is het toch wel iets voor jou. Er zal altijd verschillen zijn. Zoals je ook in de wereld ziet, er zijn altijd mensen die... Met een andere mening. En met een andere mening, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk, iedereen kan zijn mening hebben, maar uiteindelijk ga ik alleen. Zonder iedereen zijn mening. En uiteindelijk gaat het om wat heb ik gedaan in dit leven en wat heb ik bereikt. Dus
Wauw, ik kies voor hetgene wat mij rust geeft en waarvan ik weet dat als ik moet gaan, ik wel antwoord kan geven als ik daarboven ben van dit heb ik zo gedaan en daarom heb ik het zo gedaan. Dus sterk, dat is voor mij sterk, mashallah. Heel mooi. Want ja, er is geen dag die is beloofd, er is geen morgen beloofd. Zoals je ziet, maar niet zo hoe oud je bent, het leven kan zo voorbij zijn. Dus zolang je het kan, maak er gewoon het beste van. Maar niet zo wat je doet. Ja. Wat je doet, wat je meegemaakt hebt of waar je vandaan komt of waar je naartoe wilt gaan. Maar zorg wel dat je je geloof hoog houdt en dat je... Ja, goed. Je hebt gezien, subhanallah, gisteren een van onze dierbaren hier in Roermond, net dezelfde leeftijd eigenlijk als jouw broeder Hamza, mogen Allah azzawajal hem barmhartig zijn. In de bloei van zijn leven, topfit, geweldige jongen met een mooie glimlach, altijd iets betekent voor een ander. Ik heb samen met hem in een team gespeeld waarin hij in het veld iets anders is dan buiten het veld, dus alhamdulillah. Dat we hem veel buiten het veld en de samenleving hem buiten het veld mee maken. In het veld wel een strijder, een getalenteerde persoon, maar een felle. Maar in het leven juist, subhanallah, behulpzaam en de glimlach. En, dit, en waardoor je dus ook ziet, hey, topfit, jong, je gaat douchen en hartstilstand en Allah azzawajal. Roep je naar hem toe. Ja. Alhamdulillah horen we en zien we en kunnen we getuigen dat zijn laatste fase of in, deze in dit leven een fase was waarin hij juist heel erg mee met de dien bezig was. Met het Arabisch leren, met de Koran, met de da'wa mogen Allah azzawajal daarom. En dat is ook trouwens een teken dat Allah van je houdt. Als hij jou juist laat terugkeren naar Allah, steeds meer verdiept, steeds meer met hem bezig te laten zijn en dan je ziel. Pakt, dat is een voorteken, dat is een van de zaken waarmee eigenlijk signalen worden gegeven van Allah houdt van jou. En dat is, moet een les voor mij en voor jou zijn, zoals net broeder Isa ook zegt, van hey, het kan elk moment voorbij zijn. Daarom zegt hij van nou daarom, het is allemaal leuk wat die en die vindt en wat die iets anders vindt en die, maar ik ga alleen. En dat is een hele belangrijke reminder eigenlijk voor ons allemaal, hoe jong je ook bent enzovoort. En waardoor wij dus constant geconfronteerd worden. En wij dan hier als Rwondenaren gisteren nog en donderdag inshallah de Janaza. Juist op dit moment vragen we dan ook Allah azzawajal om onze broeder Hamza om hem al-Firdaws al-Ala te doen binnentreden. Mogen Allah azzawajal al zijn zonden vergeven. Mogen Allah zijn graf verlichten. En een van de tuinen van de tuinen van het paradijs laten zijn. Mogen Allah azzawajal hem samen met zijn geliefde, met zijn ouders, de hoogste rangen van het paradijs daarin herenigen. En mogen Allah azzawajal zijn familie en zijn kennissen en iedereen die van hem houdt, de zegenen met zijn sabr in deze moeilijke periode. Dus het bijzondere ook aan Isa, wat ik net ook uit jouw antwoord hoorde, was namelijk dat zijn moeder dus eigenlijk aangeeft, hey, ik zie gewoon dat deze religie jou beter heeft gemaakt. Ik merk je rust, ik merk je geluk, dus je moet het doen. En dat is altijd waar ik de nadruk leg in mijn lezingen en in mijn lessen. Mensen, niet-moslims en familieleden en collega's en vrienden moeten zien in jouw gedrag wat islam is. Niet in jouw teksten en in jouw Koran en jouw ayat en dingen. Nee, ze moeten al zien, hey, deze persoon is letterlijk een betere persoon geworden. Dat is de beste da'wa die je maar kan doen. En de beste manier waarop jij je familie of haters of racisten of collega's kan beïnvloeden. Doordat ze zien dat jij een rustige persoon bent geworden, misschien een warme persoon bent geworden, een geïnteresseerde persoon bent geworden, een menselijke persoon bent geworden, een empathisch persoon bent geworden, een barmhartige persoon bent geworden. Als zij ziek zijn, ben jij de eerste die ze belt. Als ze even er niet zijn, ben je de eerste misschien die een kaartje stuurt. Als ze ergens mee zitten, ben je de eerste die helpt om bidden of wat dan ook. Als mensen dit van jou beginnen te zien en als ze zien dat jij in balans bent enzovoort, dat is de mooiste manier waarop jij de islam kan vertegenwoordigen. Want dan raken ze geïnteresseerd van, hé, maar wacht, als dit van hem dit maakt, nou dan liever dat dan dat hij misschien in een andere wereld of andere ideeën of andere zaken blijft. En die persoon is die altijd fel is, die ongeïnteresseerd is, die misschien zelfs een grote mond opzet tegen zijn ouders en tegen de dingen en altijd in de klim, misschien altijd dronken stoont en rotzooi in zijn lichaam en zijn leven. Nee, nee, als dit hem of haar beter maakt, laat hem maar leven, liever daar. En dat is voor een ouder ook geruststellend. Van nee, mijn zoon wordt er beter. Want laten we eerlijk wezen. Elke moeder en elke vader wil gewoon dat haar zoon of zijn zoon of dochter dat die goed terecht komt. En als jij een negatief beeld hebt van een wereld of van een religie, dan is het logisch
je moedershart en je vadershart, is logisch dat zij je daar niet willen hebben. Want hun moedershart en vadershart wil jou niet in dat gevaar hebben. Maar hoe ga je dat beeld van gevaar en slecht veranderen? Met teksten, ja, maar Allah zegt, ja, maar de hadith, die en die zegt. Sorry, met alle respect. Dat doe je maar bij moslims, onderling. Maar vooral, zelfs bij moslims moet je vooral met je gedrag, namelijk en je barmhartigheid, je zachtaardigheid, je menselijkheid, je behulpzaamheid, moet jij de harten eerst veroveren. En ik zeg vaak in mijn lessen, verover de harten, dan openen de mensen namelijk hun hoofden voor jou. Niet hun de hoofden willen binnenkomen, dat lukt niet. Je moet eerst het hart openen, zodat ze hun oren openen en hun verstand voor jou openen. En dan kun je meningsverschillen bespreken, dan kun je ideeën bespreken en dan kunnen ze misschien totaal er anders over denken. Maar omdat je hun hart eerst hebt geopend met mooiheid, met goedheid, met lieve woorden, met complimenten, met menselijkheid, met interesse, met oprecht. Dan geven ze je de kans om ideeën te bespreken. Dan geven ze je de kans om in hun hoofd en dan openen ze echt de oren, maar dan niet de oren van hun hoofd, maar de oren van hun hart. En dat is hoe Mohammed sallallahu alaihi wasallam, onze beste voorbeeld daarin, constant deed in zijn da'wa. En dat gaan we inshallah later dan ook hem beter leren kennen in de Ramadan. We hebben het hier buiten daarvoor al besproken. Je bent overtuigd van jouw verhaal. Je bent overtuigd van de boodschap dat we namelijk, wat ik altijd samenvat, de islam is niks anders dan eigenlijk het getuigen en het geloven dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Dat er niemand, geen mens, geen dier, geen land, geen persoon, niemand, maar dan ook niemand het recht heeft dat dit hoofd voor hem buigt, behalve degene die het heeft geschapen. En dat er dus dat hij geen zoon heeft, dat hij geen dochter heeft, dat hij geen nageslag heeft, dat hij geen begin en geen einde heeft. Dat is God, dat is met niks te vergelijken. De Almachtige, de meest barmachtige, de meest genadevolle. Dat Allah is. Als je daarvan overtuigd bent en je bent overtuigd dat Hij van jou en mij dingen vraagt, namelijk hou je band met mij en connectie met mij. En wees goed voor mijn schepselen. Dus de band met je schepper en de band met je schepselen. Rechtvaardigheid naar je schepper, naar je medemens of medeplant of dier, moslim of niet-moslim. Bewust te zijn van dat er een dag gaat komen, zoals je zegt, dat ik moet gaan en alles moet verantwoorden. Ja. En als we daarvan overtuigd zijn dat we dat moeten verantwoorden op een dag en dat we daar de beloning of de rekening voor krijgen. Dat is eigenlijk de islam. En als jij gelooft dat door de eeuwen heen dezezelfde God namelijk verschillende voorbeelden en profeten heeft gestuurd naar verschillende groepen en landen en streken, naar volkeren, om hun juist eigenlijk als een soort van gebruiksaanwijzing bekend te maken met de schepper. En deze levensstijl van rechtvaardigheid, van balans, van hart, ziel en verstand en emotie. En dat in die rij van Adam, vrede zij met hem, tot aan Abraham, tot aan Jezus, tot aan Mozes en Jezus, tot daar aan het einde, Mohammed, vrede zij met hem, het laatste is in die rij. Ja. En dat de islam eigenlijk een upgrade is en een laatste update van wat ooit het jodendom, het oorspronkelijke jodendom en het echte christendom was. En de islam daar als laatste upgrade en update van is, met Mohammed als laatste der boodschappers. Als jij hierin gelooft, dan ben jij moslim. Ja. Dus 100%. Daar sta je nog steeds achter. Ja. Ja? Ja, goed, heel mooi. Dus ik hoef eigenlijk bij jou niet eens, en dus misschien voor de kijkertijd, ik hoef met jou niet datgene wat ik vaak met mensen doe die nog net op het brandje staan. Oké, ik geloof daar wel in, maar waarom zou ik dan de shahada moeten doen? Nou, daarom dat ik ook, ik stond op het randje. Je stond op het randje. Ik kwam er maar steeds niet overheen. Je kwam er niet overheen. En uiteindelijk werd... Wat hield je tegen? Gewoon, wat zouden mensen denken, of zou het wel iets voor mij zijn, of meer zo van, stel ik zou mijn gedachten veranderen, of want weet je bent toch niet in opgegroeid. Mm-hmm. Zo heb ik eigenlijk, vanaf dat ik ermee begon, heb ik zo altijd gezegd, de dag dat ik het doe, sta ik erachter, en dan wanneer ik erachter sta, doe ik het ook gelijk. En zo heb ik in de jaren heen altijd, ook tegen mijn vriend altijd gezegd van, bij alles gewoon, elke keer leerde ik iets meer, elke keer zag ik iets meer en zo
kreeg steeds meer bevestiging. En toen ik wakker werd met die gevoel, toen wist ik gewoon, dit is jouw roeping, je moet het gewoon doen. Ja. Anders zou ik niet, ik ben een gevoelspersoon, zeg maar. Dus ik wist gewoon hoe ik wakker werd en toen zei ik direct, nee man, ik moet het echt doen. Tijd. Ja, het is echt tijd. En ik weet dat als ik het niet doe, dat ik echt heel veel spijt zou hebben. Dus. Ja. Je ziet dus dat, ook voor de mensen thuis die kijken, vaak krijg ik met mensen te maken die inderdaad van de boodschap al helemaal overtuigd zijn. De samenvatting helemaal overtuigd zijn. Sterker nog, ze geven aan dat het goed aanvoelt en dat ze dit misschien hebben meegemaakt of dit hebben gedroomd of dit een take hebben gehad. En het is allemaal wat past. Maar inderdaad, een aantal zaken die steeds terugkomen is van, ja, maar wat vinden anderen ervan? Hoe gaan mijn vrienden erop reageren? Hoe gaan mijn ouders erop reageren? Dat is eigenlijk hoofdoorzaak. Twee, je moet begrijpen dat op dit moment, in die fase, als jij deze mooie en belangrijke en meest geliefde stap bij Allah gaat maken, dat er iemand anders dan ineens overuren gaat draaien. Want die ziet jou net van, hey, oké, dat is nog maar één stap en dan is die binnen, ben ik hem kwijt. Ik wil hem hier juist houden in deze wereld. De shaitan, de satan, de duivel, die hij heeft soldaten van de mensen en hij zelf. Maar als hij stagiaires heeft gestuurd en het heeft niet geholpen en je blijft doorgaan richting Allah. En daarna stuurt hij soldaten en je blijft ze overwinnen en je slaat ze in elkaar. Uiteindelijk komt hij zelf. Dat zei ik net ook al tegen hem toen we hier voorstonden. Ja? Toen zei ik, het ergste is, zodra ik naar buiten ging, ik zeg tegen hem alsof iets tegen mij zegt. Ga naar huis. Kijk. Ga naar huis. Ja, zie je? Ik zeg, of nee, dat zei ik net. Ik zeg, iets zegt je mij. Ga naar huis. Ja, tuurlijk. Doen. Tuurlijk. En toen zei ik, nee. Ja. Ik ga dit doen. En nu zit ik hier. En nu... Tuurlijk. Met alles. Heel goed. Met alles. Als jij die stap wilt gaan maken. En dat is ook voor jou, geliefde zus. Als je nog net helemaal overtuigd bent misschien van de hijab. Al een hele tijd erover leven. En het voelt goed aan. En je doet hem zelfs soms op. Enzovoort. Maar je steeds afgaat. Maar wat gaan die dan van? Ga ik nog trouwen daarmee? Haal ik nog wel likes daarmee? Raak ik mijn baan kwijt? Of mijn stageplek? Of die laatste fase dat hij ziet klaar. Ze is er helemaal van overtuigd. Ze is er klaar voor. Komt hij hoogstpersoonlijk. Hij heeft eerst stagiaires gestuurd, daarna heeft hij soldaten gestuurd. Maar als zij het niet weten te winnen, komt de shaitaan zelf een, bijna zou je kunnen zeggen, een hoogste persoon. Want dan weet hij, deze persoon die gaat nu misschien haar hijab dragen. Of deze broeder die wil nu gaan bidden. Of deze persoon wil misschien zelfs nu de shahada gaan doen. Ik zal dit nu persoonlijk even gaan regelen, dat hij er vanaf gaat. En daarom merk je dat die laatste stap altijd het lastigste is. Die andere stap begint hij aan je te trekken en dan... Hoe gaat hij het spelen? Hij komt alsof hij soms, alsof hij een adviseur is, alsof hij een geleerde is. Want wat gaat hij dan tegen je zeggen? Dan gaat hij tegen je zeggen, maar wacht even. Hé, jij bent echt zo'n persoon die als hij iets doet, moet hij het goed doen, toch? Dat is toch iets moois. Je bent niet zoals die fake mensen die allemaal nep zijn en allemaal. Nee, jij bent echt puur, man. Dus weet je wat? Wacht nog even totdat je het goed gaat doen. Totdat je stopt met dit en stopt met dat en stopt met zus. Hij gaat ineens zo bij jou in praten. En jij voelt je ineens, ja man, ik ben echt iemand die... Nee, ik wil... Als ik de hijab op doe, doe ik de echte hijab. Ik doe niet zo half. Allemaal leuk, allemaal mashallah. Maar weet je wat hij in de tussentijd doet? Hij houdt jou helemaal van de hijab. Begin bij dat met iets en dan iets beter en dan iets beter en dan iets beter. Dan heb je hem in ieder geval verslagen. En wat hij dan doet, ja maar het gebed. Wat ga je bidden of wat ga je moslim worden? Je moet eerst alles weten. Je moet veel meer kennis opdoen. Weet je wat? Ga eerst veel meer lezen. Lees eerst de hele Koran. Heb je heel de Koran uitgelezen, zegt hij tegen jou, lees Sahih al-Bukhari. Ben je heel Sahih al-Bukhari uitgelezen, zegt hij, lees Sahih al-Muslim. En zo gaat hij, hij kent alle boeken van de islam, beter dan welke geleerde dan ook op aarde. En hij zal je van de ene naar de andere willen, steeds willen laten uitstellen, totdat jij, steeds als iemand dan zegt tegen je, hey, maar je bent toch al klaar, je weet zelfs meer dan moslims. Je weet al, je hebt al meer boeken gelezen dan de 1,7 miljard moslims op aarde, je hebt er al meer van gelezen. Waarom zou je nog zoveel meer moeten weten? Ja? Luister, stap in en daarna ga je rustig doorlezen. Lees je hele leven. Lees je hele leven, geen probleem. Stap in, doe de hijab, maar daarna verbeter je beetje bij beetje. Dan de dingen, dan die hijab, dan de volledige, dan dit, dan de hele gemar of wat dan ook. Doe daar in stap. Het allerbelangrijkste, je salah, je dingen... In alles zeg. En als hij jou, wat zeg je, wat komt de volgende zaak die hij vaak influistert? Maar wacht even, broer. Jij doet nog dit en dit. Hoe wil jij ineens daarmee beginnen? Dit is een fatale. Een fatale. Die komt jou influisteren en zegt, hey, dat is toch hypocriet, man? Hey, je bent toch niet hypocriet? Hey, je bent puur, toch? Je bent, hey, laten we eerlijk wezen. Jij bent echt, man. Je bent niet zo. Je bent geen hypocriet. Jij doet gewoon of je doet niet.
En ineens heb je het gevoel en de gedachte, ja man, ik ben geen hypocriet, dus weet je wat, ik doe het niet. Nee, heb dan het gevoel, inderdaad, ik ben geen hypocriet, ik doe het wel. Ik ga gewoon die shahada doen, of ik ga gewoon die salah doen, ik ga gewoon de hijab, en ik blijf een mens. Ik verander niet met mijn shahada ineens in een engel. Met mijn salah word ik niet een engel. Met mijn hijab word ik niet een engel. Ik blijf een mens. En Allah heeft mij zo geschapen dat Hij weet dat ik zondes heb, tekortkomingen, uitglijders zal hebben. Hij zegt juist tegen mij, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Laat slechte daden, zondes, juist opgevolgd worden, weggeveegd worden door goede daden. Dus in plaats van, Hij zegt tegen mij met andere woorden, ik weet dat je foute daden doet. Ik weet dat je slechte daden doet. Ik weet dat je een keer gaat uitglijden. Ik weet dat je weer een avond doorgaat. Ik weet dat je misschien weer dat gaat proeven of dat gaat... Dat is niet het allergrootste probleem. Het allergrootste probleem is als jij denkt dat je niet vergeven wordt. Als jij denkt dat je niet laat opvolgen door iets moois, iets goeds de volgende dag. Heb ik die avond dit gedaan, de volgende ochtend sta ik op, doe ik toch mijn gebed. Doe ik toch misschien een sadaqa, doe ik toch misschien even iets lezen. Heb ik in ieder geval iets weggeveegd. Net als je zou zeggen, hey, luister, in je huis, je vindt daar rotzooi en weet je wat je doet? Nee, laat maar liggen. Waarom? Ik ben er nog niet klaar voor. En je laat de ene naar de andere en de ene naar de andere rotzooi in je huis, zou niemand het accepteren. Iedereen wil, als een klein beetje rotzooi is, wil die opruimen. Niemand zegt eigenlijk, weet je wat, laat het eerst een hele grote puinhoop zijn. En abba, als ik begin om schoon te maken, mijn huis gaat shinen, mijn huis gaat lekker ruiken. Laat me aan de tussentijd, mogen Allah jullie vereren, maar ga me daar urineren, ga me daar ontlasten. Gooi maar rotzooi, gooi maar de pizza daar op de grond, want doet er niet toe. Maar als ik ga schoonmaken, maak ik goed schoon, is het in één dag shine. Niemand zegt dit. Iedereen zegt, luister, is er iets, dan veeg je het weg. Waarom? Je voelt je dan prettiger bij. Voor je huis, als je elke dag dat rotzooi hebt, je ruikt elke dag, wil jij je opruimen. Want als je het een week laat, kom je niet eens de deur meer uit. En daarom is het belangrijk, doe het goede en zet die goede stappen. Die rotzooi maakt niet uit. In die zin, je veegt die tenminste weg met goede daden en met toba en met vergeving vragen en met extra smeekbeden, extra gebeden en extra sadaqa. En zo versla je dag, elke dag de shaitan en iblis, zodat hij jou niet afhoudt van de mooie stappen in jouw leven. Dus laat alsjeblieft, geliefde broeders en zussen, je niet verleiden om die laatste stap. Daar komt hij, zoals ik al zei, hoogst persoonlijk. Allerbelangrijkste is dan om hem dan een rechtse directe te verkopen en te zeggen, luister, ik ga instappen en daarna zien we het. Ik zeg altijd, en ik sluit daarmee af en dan gaan we naar de shahada. Ik geef dan een metafoor van, stel je voor, je hebt de laatste trein die je moet halen. Ja, we zitten in Roermond en iemand zit met mij en die moet naar Amsterdam. En hij vraagt me, wat is de laatste trein? Ik zeg tegen hem, luister, de laatste trein is om 11:30. Of sorry, 11:30 is de laatste trein. En deze persoon staat dan op. Die rent, die haast, die fiets, die pakt de auto, die de trap en die komt daar op station aan. En die koopt nog, die wil de ticket kopen. Is dit de laatste trein? Ja, dat is de laatste trein. Is dit de goede trein naar Amsterdam? Ja, de goede trein naar Amsterdam. Kan ik nog een ticket kopen? Ja, heel snel, want de loket gaat dicht. En je koopt een ticket en je hebt een ticket. En dan ga je weer door de trappen en weer naar de perron zoeken en helemaal daar. En daar staat een trein en je kijkt om je heen en dit is de trein, dit is de goede. En je vraagt toch voor de zekerheid aan een conducteur of een perronmeester die daar loopt, is dit de goede trein? Ja. Heb je ticket? Ja. En nu is de vraag, wat ga jij dan doen? Ga jij op het perron blijven staan en door het raam kijken waar je gaat zitten? Hey, ga ik nou 4 zit zetten of ga ik zo? Nee, hoe gaat de trein zo? Nee, ik wil liever zo zitten. Nee, ik wil liever eerste klas. Nee, ik wil liever 2. Nee, ik wil bij het pad. Nee, ik wil liever eentje met waar ik mijn voeten kan zetten. Ga jij die vragen stellen? Ga je echt letterlijk de hele trein doorlopen en door het raam kijken? Hey, waar ga ik zitten? Waar ga ik zitten? Wat zou jij doen, Isa, denk je? Ga je het op die manier doen? Zou je het op die manier doen? Zou je heel op het perron door het raam kijken van de trein? Nee, ik zou instappen en de eerste plek die ik krijg, daar zou ik gaan zitten. Dat wel? Ja. Waarom zou je überhaupt instappen dan? Omdat dat, ik zou instappen omdat dat was de laatste trein en ik zou hem moeten pakken. En ik zou dan instappen omdat dat de enige kans is. Jij weet dat het de goede trein is. Ja. Je hebt dat gecheckt. Je hebt een kaartje. Ja. En jij hebt namelijk de kans dat de deur zich sluit. En jij wilt liever dat die deur zich sluit terwijl je in de trein zit, dan op het perron. Want laten we eerlijk wezen, we hebben allemaal wel eens de trein gemist. En de trein als je mist, als je thuis zit, je kijkt, oh ik heb de trein gemist.
zeg je één ding, piep. Maar als jij al die moeite doet, rennen, dingen, zwoegen, zweten, noem maar op, regen, vallen, opstaan, ticket kopen, ren, en je ziet de trein voor jou ineens, tuut, en die begint te lopen en die mist hem dan, komt iets meer dan alleen één piep. Dan krijg je piep, 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 een overdoos aan piep en trappen en noem maar waarom ik, en je wilt je bijna voor de trein nooit bij. Laten we eerlijk wezen, het is pijnlijker om een trein te missen waarvan je al weet dat het de goede is, en de laatste is, en je hebt het gecheckt en je hebt de kaartje in de hand. Het kaartje is namelijk de entreebewijs. En daarom zou het nooit, elke keer als ik dit verhaal iemand vertel die net op het rand staat, niemand antwoordt, ik zou op het perron blijven. Ik zeg, waarom blijf je dan niet op het perron? Zegt hij, ik ben niet gek. Ik moet instappen. Maar subhanallah, in het leven zeggen sommigen wel. Ik ben niet gek om in te stappen, om op het perron te blijven. Maar nu heb jij gecheckt of het de juiste trein is. Je hebt genoeg informatie daarover. Je hebt zelfs het ticket in je handen, dus de shahada, la ilaha illallah. Alleen hoef jij die alleen nog binnen te laten zien, niet buiten. Ja, in de trein. En je hoeft nu alleen maar in te staan. En de dood, die kan elk moment, hey, dat zijn nu, als die eenmaal daar staat, weet je dat het elke seconde dicht kan. En jij en ik hebben dat niet onder controle. Dus je kan wel blijven uitstellen en dan daar op het perron blijven. En daar zoeken, nee, stap in. En dan zou ik het anders misschien doen dan wat Isa heeft voorgesteld. Als je het dan nog niet zeker weet, ga door heel de trein lopen, geen probleem. Kijk maar rustig, zoek je plek maar rustig in de trein. De trein is symbool voor de islam. Zoek maar rustig je plek. Zit zo, kijk zo, zoek vragen, kijk wat prettiger, kijk waar je nu op dit moment, misschien wil je zo. Al zou jij de hele trein doorlopen en nog een keer door teruglopen en nog een keer, al zou jij op de gang gaan staan, al zou jij op een looppad gaan staan, al zou jij, mogen Allah jullie vereren, op de wc gaan zitten. Je komt aan, in ieder geval op de goede bestemming, inshallah. Amsterdam. Of je nou staand, zittend, rechts, links. Minder comfortabel misschien. Maar goed, je zit in ieder geval aan de goede trein. Dat is het allerbelangrijkste. Dan is nog de kunst om gedurende die reis, wat het leven is, je juiste plek te zoeken waar je comfortabel is. En daar heb je de hele reis tot aan Amsterdam. Laat je niet haasten, laat je niet dingen opleggen, laat je niet gek maken door iedereen die nu niet eens aan je gaat trekken enzovoort. Kom hier zitten, kom daar zitten, kom zus zitten, kom. Volg je hart en zoek naar de juiste plek waar je hart rust vindt. En ga daar inderdaad uiteindelijk de reis, want uiteindelijk zijn wij in die trein die je dan stapt van la ilaha illallah van de islam, in de juiste richting in ieder geval. En voor ons is het alleen nog de vraag wanneer sluit die deur of wanneer komen wij aan op de bestemming. Mogen Allah jullie, jou en mij daarom terechtkomen met la ilaha illallah als ons laatste woorden in het hoogste rang van het paradijs. Geen, dan gaan we naar het allerbelangrijkste om daarmee af te sluiten, omdat jij natuurlijk ook weg moet. Wij gaan dit allemaal wat jij nu hebt gezegd bevestigen met een shahada. Een shahada waarin wij dus zeggen, ik zeg het eerst in het Nederlands, die zegt mij gewoon na. En daarna zeggen we die in het Arabisch. Je hoeft je niet druk te maken om de uitspraak. Je hoeft je niet druk te maken om tongval of dat je misschien iets vergeet of zo. Ik zeg het gewoon voor jou. Het allerbelangrijkste, maar dat weet je inmiddels al en heb je goed geleerd van jouw vrienden, mashallah. Puur vanuit je hart, zonder dwang en zij van Allah. Dat is het allerbelangrijkste. En hij is de alwetende en alziende. Je hebt al een douche genomen, mashallah. En vanaf dat moment begint er een nieuw hoofdstuk. Ja. Als jij er klaar voor bent. 100%. Ja? Goed. Ik getuig. Dat er geen God is. Dat er geen God is. Die het recht heeft. Om aanbeden te worden. Behalve Allah. En ik getuig. Dat Mohammed. Vrede zij met hem. Zijn laatste boodschapper is. Ashhadu. En. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Dit is het boek. Zo simpel, zo eenvoudig. Zo bevrijdend. En ik weet, misschien krijg ik daar heel veel kritiek over of wat dan ook, maar in deze fase, de shahada is mij zo kostbaar, zo dierbaar.
kan het niet anders dan je verwelkom als boer. Maar Allah, jou en mij beschermen ook tegen corona en tegen alles. Dus inshallah dat wij daarvan behoed blijven. Maar welkom. Ik kan je in ieder geval zeggen dat jij op dit moment een nieuwe bladzijde hebt gekregen. Een nieuw boek hebt gekregen van Allah. Al jouw zondes zijn vergeven. Een nieuw leven heb met Allah. Al jouw goede daden die je ooit hebt gedaan, die staan er wel in. Die komen er worden geüpgraded. Al jouw slechte daden worden omgezet in goede daden. Dus kun je het voorstellen als jij zegt, nou ik heb er wel dingen, dan ben jij nu vet in de plus. Dus mogen Allah je er rijker voor. De kunst is nu om daar jouw leven het zo goed mogelijk mee te vullen. Want ooit krijgen we datzelfde boek met alles wat we daarin kunnen verantwoorden. En met wat we ook doen van fouten of slechte dingen of uitglijders, geen probleem, altijd terugkeren naar Allah, vergeving vragen en weer een beste en een betere versie van onszelf maken. Ik feliciteer jou namens mij, namens mijn familie, namens mijn naast, namens mijn broers, namens iedereen die jou daarin heeft begeleid. Mogen Allah jullie rijkelijk belonen, mijn broertje, Abdel-Ila, mogen Allah Azza wa Jalla Samir, mogen Allah jullie daarmee samen in de hoogste rangen van het paradijs doen terechtkomen. Mogen Allah Azza wa Jalla jullie nog meer mensen doen inspireren naar dit goede, met jullie mooie gedrag en met jullie uitnodiging en met jullie mooie harten, mashallah. En ik vraag Allah, heb je ook aangegeven, mensen van ons als Al-Ghatta Foundation namelijk ook, krijg je de lessenpakket cadeau. Dus zowel van nu verhalen uit de Koran, mensen die zijn er al, sommigen die volgen dat al. Die kan je dus allemaal ook terugzien, die blijven 3 maanden in de groep. Je krijgt een pakket van de meest productieve Ramadan. Dus als voorbereiding op de Ramadan, om de mindset en de ziel en het hart alvast voor te bereiden. Wat kan ik anders doen om deze Ramadan nog meer eruit te halen? En daarna in de Ramadan hebben wij 2 pakketten. Dus Nabi Rahma, vertel me dus over de eigenschappen en barmhartigheid en verhalen van Mohammed, vrede zijn met hem. En vertel me over Allah, waarmee wij Allah gaan leren kennen. Ja. Die krijg jij cadeau, maar deze heb jij ook verdiend, Wada Abdel-Ila. Dus jij krijgt inshallah al ook deze totaalpakket. Krijg je cadeau van Al-Ghatta Foundation. Dus dat kun jij gewoon, dan regelen we later dan in ieder geval daarmee. Yes. Ik vraag Allah Azza wa Jalla nu ook nogmaals. Laat je niet gek maken, doe rustig aan, stap voor stap, niks. Je hoeft je geen zorgen te maken om te snel te gaan. Rustig en met al jouw vragen, alhamdulillah, heb je de juiste mensen om jou heen. En anders weet je, maar ook altijd kun je me vragen stellen of daarin dingen, kan ik je daarin ook helpen en begeleiden. Je bent altijd welkom wat dat betreft. Mogen Allah Azza wa Jalla je omringen met wijsheid en met de juiste personen en met kennis. En mogen Allah iedereen waarvan wie jij houdt leiden naar la ilaha illallah. Mogen Allah je ouders barmhartig zijn en hun al het succes en het mooie geven van de dunya en de akhira. Mogen Allah je moeder de hoogste rangen van het paradijs geven met iedereen van wie zij houdt. En al haar zorgen doen omslaan in geluk. Mogen Allah jou de rust in de dunya doen ervaren. Je hele leven tot in de akhira in de hoogste rangen van het paradijs. Mogen Allah jou verblijden, succesvol maken, gelukkig maken en alle wijsheid geven om de juiste beslissingen te maken. En al jouw zonden en tekortkomingen vergeven en jou behoeden van al het kwaad. Geliefde broeders en zusters, ik wil jullie bedanken en vergeet broeder Isa niet in zijn dua. Vergeet ook niet Abila en Samir en anderen die daar een bijdrage aan hebben gedaan. Iedereen en zijn ouders vooral en zijn moeder ook is heel speciaal in jullie smeekbeden. Verwelkom jullie broeder. Ik zie jullie inshallah bij een volgende live of aflevering of bij de lessen. Dankjewel Isa voor je tijd en dat je dit mogelijk hebt gemaakt. En inshallah tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum wa rahmatullah.